Zo jongens, daar zijn we eindelijk weer met een nieuwe GTA 5 roleplay video. Sterker nog, een nieuwe GTA 5 roleplay serie. En zoals jullie gewend zijn, gewoon ook met Henkie en dergelijke. En daarover dan ook maar gewoon gelijk gesproken om maar even met de deur in huis te vallen. Ik ben momenteel in Henkies huis, maar Henkie zelf, die is er niet. Waarom is Henkie er niet? Hij is wederom weer eens opgepakt in verband met te hard rijden. Dat zal je waarschijnlijk niks verbazen. Henkie heeft zijn gedrag nog steeds niet aangepast in de tijd dat jullie niet meer echt iets van hem hebben kunnen vernemen. Hij rijdt nog steeds veel te hard. En ja, in Roof 1 heb je natuurlijk ook gewoon politie. En hij is volgens mij zelfs nu opgepakt vanwege 50 kilometer of meer te hard. Dus het is ook nog maar de vraag of hij zijn rijbewijs nog heeft. Goed, laten we in ieder geval van wijkagent Wilco opbellen. Want wijkagent Wilco die is een beetje van hier in de regio waar ik met Henkie dus woon in Roerveen. En nou ja, maar eens vragen wat er nu met Henkie gaat gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat hij nu naar de gevangenis moet of zo. Even kijken, wijkagent Wilco. Kijk. Wilco Smit, politie. Hi. Hi Wilco, goedenavond met Roy. Hi. Hey man, ik vroeg me af, Henkie zit bij jou denk ik hè, op het hoofdbureau. Hoe raad je net? Ja, ja, ik heb zo'n vermoeden, weet je. Mm-hmm. Weer te hard rijden en zo, hè, had ik gehoord. Ja, 70 denk ik, zoiets was het. 70 te hard? Ja, een collega had hem aangehouden. Heeft hij zijn rijbewijs nog? Nee, die is hij kwijt. Die is hij kwijt, oké. Okay. Ja. Wanneer is het gebeurd? Gisteravond? Nee, vanmiddag rond een uurtje of 1. Dus hij mag er straks uit hoor. Hij moest gewoon even zitten, zodat hij even kon nadenken over wat hij had gedaan. Verder niks bijzonders. Oké, maar kan ik hem dan nu halen? Ja, als je deze of moet hij nog komt, zitten? Dan zal ik je boven even opvangen. Dan kan je wel meenemen. Oké, dus ik kan er nu aankomen? Yes, helemaal prima hoor. Is goed, dan kom ik eraan. Zie ik je zo, Wilco. Yes, tot zo. Yo. Hoi, hoi. Oké, we kunnen Henkie dus ophalen, maar hij heeft het nu wel bond gemaakt. 70 te hard. Oké, nou ja, goed. Heeft hij maar weer mazzel met zo'n vriend als ik. We gaan hem wel verhalen. Even navigatie instellen. Hier zo, hoofdbureau politie. Laten we daar eens even heen gaan. Zo, in die Wat staat hij nou weer te doen? Hallo? Hallo? Meneer? Oké. Laat maar. Die meneer zegt blijkbaar niks. Is goed. Ik laat je wel in je waarde, meneer. Oh! Wie is dat nou? Wat gebeurt hier nou? Hallo? Oké. Wij gaan wel gewoon... Is dit... Opa Gerard? Is dit opa Gerard? Dit is opa Toos. Dit is opa Toos. Jeetje, ik hou jullie ook altijd door elkaar, hè, jullie twee. Ja, opa Toos, hoe is het nou? Ja, goed. Wat doe jij hier? Ik ga even Henkie ophalen, die zit weer vast. Die heeft weer te hard gereden. Alweer, en dit keer 70 te hard ook, hè, Toos? Wat een drop, Peter. Ja, dat is zeker het wel. Hey, daar hebben we opa Gerard! Ja. Hey, opa Gerard, hoe is het nou? Hey, Piet. Nee, Piet. Het is Roy, hè? Het is nog steeds Roy. Oh ja, dat weet ik dan niet meer, joh. Hoe is het, Gerard? Ja, goed, dat is met jou. Gaat alles nog zijn gangetje? Ja, wilde achtervolging, ja, poe. Achtervolging? Ik wil net zeggen, wat is er met je ruit gebeurd, joh? Alles... En wat gaan we met hem doen? Ja, allemaal dood. Ja. Is die gewoon eenmaal onwelwording, of... Nee, die heb ik net neergeslagen. Deze man. Toos, jongen. Ja. Oh. Jij gaat dit maar gewoon oplossen, hè? Want dat bloed ligt nu bij ons op de straat. Maar ik heb hier niks mee te maken. Dat begrijp je wel, hè? Oh, dat regent wel weg, joh. Nou, oké. Okay. Is ja. Dat anders? Ja, daar is een afvoer. Goed. Weg ermee. Ze rijden goed. Oké, nou. Mannen. Wat zegt hij nou? Ik hoor wel een beetje slecht, meneer. Wat zegt hij nou? Je moet even je stembanden wat openzetten. Oh, joh. Ja. Zo, opa en opa, hè? Ja. Ik zie jullie straks wel weer. Ik ga eventjes iemand ophalen. Nou, Henkie, ja, jullie kennen hem, hè? Goed. Doe de groeten. Ik doe hem de groeten. Hoi, hè? Hoi, op, dropfighter aan de kant op. Sorry voor je schade. Ja, nee, geen probleem. Dat fixt. Opa Toos! Opa Toos! Wat doe je nou? Oh. Gaat alles goed? Je is toch geen gymnastiek, man? Hier wegwezen! Kale honden! Oh, dat is een beetje wild. Oh! Okay. Nou, dag hoor! Oké.
Laten wij maar eventjes Henkie ophalen. Ja, nee, het is wel goed dat jullie nu gelijk eventjes mijn opa kunnen ontmoeten op deze manier. Opa Gerard, echt een prachtvent hoor. En ik lap trouwens ook regelmatig de verkeersregels aan mijn laars hoor. Alleen ik kom er altijd mee weg en Henkie niet, dat is een beetje verschil. Maar goed, opa Gerard dus, mijn opa, al heel lang. Ja, sinds mijn geboorte, logisch eigenlijk. En opa Toos, dat is eigenlijk een beetje zijn compagnon. Ik noem hem eigenlijk altijd een beetje mijn tweede opa. Opa Toos is helemaal gek, zoals je net ook wel kon zien. Die maakt altijd ruzie en zo. Maar ja, opa Gerard is dan nog een beetje de normale versie van opa Toos. Goed, Henkie zou hier op het hoofdbureau moeten zitten. Dus we gaan eens even kijken. Nou, Henkie vermoord, maar als hij weet dat ik hem niet op slot heb gedaan. Nou, dan laten we de auto er maar gewoon zo bij staan. Ik kan hem natuurlijk niet op slot zetten als ik de sleutels niet heb. Of ja, met de reservesleutel kan dat blijkbaar niet. Hey, daar zou je Wilco hebben. Wilco. Goedemiddag. Hi. Goedemiddag. Jij hebt Henkie ergens opgesloten weer. Ja, die zit beneden. Die heeft zich weer misdragen. Dat is gewoon niet normaal. Maar rijbewijs is hij dus kwijt? Ja, hij is rijbewijs kwijt. Hij rijdt 70 te hard. 70 te hard. Ja, het is echt niet normaal. Ik kreeg van mijn collega's te horen. Ik dacht echt van, nou, ik heb wel veel meegemaakt met die gast. Maar dit was wel weer even een bijzondere. Graag. Gewoon in de bebouwde kom. Hallo. 70 te hard. Hoi. Goedendag. Maar oké, dus zit Henkie dus nu beneden in de cellencomplex nog? Yes, die zit nog beneden. Oké. Okay. Nee, laten we even daarheen lopen. De 247 status 4 over. Status 4. Wat was dat ook alweer, Wilco? We dan ben ik bezet. Dan weten ze dat ik even niet beschikbaar ben. Ah, je bent bezet. Nou, ik voel me veerd hoor. Ik voel... Kijk, even status 4. Ja, ik heb niemand aan om het aan door te geven, maar we zijn de status 4. Hé, hey, wordt die gezocht, joh? Nationale opsporingslijst. Shaheen Gaibi? Wat heeft hij gedaan dan, joh? Werkt hij sinds kort ook bij de politie, joh? André van Duin. Nou, nee, ja... Ik snap het promotiemateriaal ook niet helemaal. Volgens mij moet ze een nieuwe PR aanstellen, maar... Ik denk het, ja. Ik denk het. Nou ja, goed, oké. Okay. Interessant. Daar maar bij houden. Ja. Ik vind het ook heel interessant. In ieder geval, voor we naar beneden gaan, dan moet je wel even fouilleren. Ik weet niet of je iets bij je hebt wat je niet bij je mag hebben. Nee. Nee, volgens mij niet. Oké, okay, dus... mag je heel eventjes hier zo je handen tegen dat bord aanzetten? Oké, okay, maar is hij ook gefouilleerd dan? Dat is een collega, volgens mij. Goedendag, collega. Oh, ja. Okay. Buiten niet. Is gewoon incognito. Ah ja. Precies. Zo. Kijk eens aan. Heb je iets bij wat je niet bij mag hebben, Roy? Voor zover ik weet natuurlijk, niet. Voor zover ik weet niet, nee. Laten we even kijken. Zo. Heb jij een honkbalknuppel die je klein kan maken of zo? Wat? Een honkbalknuppel? Ja, nou ja. Dus opgevouwen lijkt wel... Ja, een zelfbouwpakket of zoiets. Dat is een van de nieuwe gadgets van Henkie, inderdaad. Die kan je, ja best wel vet. Die kan je gewoon uitdrukken en dan heb je in één keer een honkbalknuppel vast. En ik zie een beetje wiet, maar dat is ook nog niet eens verwerkt, dus ja, een beetje, houd lekker bij je, maakt mij niet uit. Ik wist niet eens dat ik het had. Ik dacht dat het... Ja, tenminste, het is nog niet verwerkt, dus het is helemaal prima. Oh, oké. Nee, is nou goed. Ja. Nou, en mooi. Het, volgens mij was het er maar eentje als ik het goed zag, dus nou, laten we even naar beneden gaan. Ja. We zijn hier dus net heen naar dit bureau. Mm-hmm. Ik weet ook nog niet helemaal goed binnen, zeg maar. Ik ga altijd vanaf onderen. Van beneden de ingang, zeg maar. Maar ben je nou heen gegaan? Oh, je bent hier. Oh, ja. Dus het wordt gewoon even zoeken. Maar als het goed is, moeten we gewoon lopen tot we kunnen. En daar zou die zitten. Oké. Nou, je stottert wel een beetje, hè, jij? Hè? Heb je nog steeds dat stotterprobleem? Nooit weggegaan, helaas. Oh, oké. Ja, ik hoor je gewoon stotteren. Yes. Gaan we hierheen. Ja. Dan deze. Ja, kijk. Cellencomplex, dat begint erop te lijken. Cellencomplex, oké. Nou. Oké, meneer. Rijbewijs. Rijbewijs B. Ja. Oh. Je 70 kilometer te hard binnen bouwde kom gereden, meneer. Doen we niet zomaar, hè? Hoezo staat. Niet? Is mijn, collega. Er lopen kinderen en mensen rond, hè? Henkie! 50 valt toch wel mee? Henkie! Wow. Hey. 70, meneer. Hey, Wat doe jij nou toch weer hier, jong? Hoeveelste keer is dit nou al, joh? Ze zeiden dat ik niet 50 km per uur te hard mocht rijden. Het is 70 km, meneer. Oh, 70? Dat valt ook toch mee? Dat is toch logisch? Ik zie hier gewoon inderdaad gewoon staan dat jij in de bebouwde kom 70 km per uur te hard rijdt. Henkie, ben je wel helemaal goed in je hoofd? Ja, maar meestal doe ik 100 of 200. Hoezo is 70 in één keer veel te veel? Wacht, u rijdt 200 in een woonwijk? Nee. Oh, oké.
Nou ja, als het... Zijn rijbewijs is... Ik handel hem verder af, Dex. Nu komt het wel. Is goed. Zijn rijbewijs is afgenomen, toch? Ja. Ja. Misschien maar beter, Henkie. Ik rij wel. En mijn auto dan? Ja, die heb ik meegenomen. Die heb ik meegenomen. Met panto? Je panto. Ja. Oh, Jot hem. Oké. Dan is het goed, hè? Dat is ja, oké. Okay. Dan heb ik toch een reserve rijk. Nou. Ik bedoel, daar gaan we mee. Had je nog iets toen je werd aangehouden? Ik heb trouwens even de deur open gedaan. Kan je er even uitkomen? Hey, Roy! Toen je bent aangehouden, hebben ze nog iets in beslag genomen? Ja, mijn hamer. Je hamer, dan gaan we die en mijn drillboard. Oh, hier ben je. Oh, je teleport. Gewoon. Moet ik weer springen? Ja, een spin op je been. Oh. Ja. Tegenwoordig. Okay, kom maar even mee, Henkie. Loop even deze. Je leek wel een soort van hologram. Ja, dat is een nieuwe functie van mijn schoenen. Heb ik ingebouwd. Gewoon, voor je het weet sta je in één keer naast me gewoon. Ja, daarom. Dan kan ik altijd mensen laten spreken. Hier buiten blijf, je mag dit hoek dus niet binnen. Ik weet dat het wat is, maar blijf maar gewoon even rustig daar. Stopt het hij ook? Oh, komt even terug. Kom even terug. Oh. En je lasapparaat, denk ik. Ja, en mijn drillboard. En je... We moeten dat allemaal laten. Oh ja, dat is dit ding. Ik heb zakken. Kijk. Ah. Broekzakken. Ja, de zak van hem. Mijn waterpas. Hey Wilco, ik laat het allemaal wel even met hem in. We hebben nog heel veel bagage op het dak liggen. Henkie, wat zit er allemaal in dat bagage? Van die bagage. Alles. Echt, ik zag een sporttas, ik zag een koffer, ja. Ik zag van alles. Reservewielen, banden, monteurspullen, kistjes, alles. Zal ik jullie meenemen naar boven? Ja, doe maar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Daar gaan we. Andere kant, meneer, andere kant. Oké, oké. Oké, laten we naar boven gaan, ja. Kijk eens aan. Zijn we de baan. Nou, helemaal top. Nou, Wilco. Wilco en collega, wat was jouw naam ook alweer? Mijn naam is Brigadier Kenen, maar ik kan me gewoon houden bij Dexter. Is goed. Oké, Dexter. Nou, Dexter en Wilco, wederom bedankt. Ik verlos jullie wel weer. Ja, Enki, kom nou mee. Meekomen, sorry, kom. Sorry. We gaan die kant op, naar de auto toe. Nou fijne dag nog, hè. Oké. Okay. Henki, jongen, wat ben je toch ook een figuur, hè. Kijk, ja, nou, ik snap dat je zo hard wil rijden, maar het is, ja, je hebt zeg maar ook gewoon politie, hè, en je weet dat het eigenlijk niet mag. Ja, ik weet het, maar ik het was zo leuk, ik had een nieuwe Henkie Boostput. Reanimatie. Oh, wacht, 2 seconden, heb je 2 seconden, hier heel even, wacht, blijf heel even staan. Wat ga je doen? Wat ga je doen, Henkie? Wat ga je doen? Dat was ik vergeten. Zijn mijn spullen. Oh, die heb je spullen nu mee. Oh ja. Ja, ik had al mijn dingen, maar die had ik laten staan nog. Die moet ik wel meenemen. Ja, precies, zo is het ook, zo is het ook. Kom. Nou, die kan wel op het dak erbij dan. Ja, denk. Die kan erbij. Zo. Die kan niet mooi erin. Wacht, ik doe wel eens al mijn kofferbak. Ja, doe dat maar. Moet ik even de kofferbak open doen? Nee, oh ja, doe maar, mag. Oké, wat voor toets moest ik dan ook weer indrukken, Henkie? Die daar onder het stuur. Ja, daar. Die. Oh, die daar. Oh, wat doe je nou dicht? Welke toets is dat dan? Die K, onder je stuur. Ah! Hallo. Gaat niet open? Oh, maakt niet uit. Er gebeurt er niet zoveel. Ik zet hem hier wel. Zo. Ja, maar je hebt toch zo'n voertuigmenu ingebouwd in die auto? Ja, ja. Maar dat maakt niet uit, ik heb hem op het dak gezet. Hoi. Hallo. Hallo. Goedendag. Doei. Met wie hebben wij het genoegen? Oh, ik dacht dat we gingen. Met Kees Bron vandaag. Met wie? Kees Bron. Kees Bron. Vandaag. Ja, vandaag. Vandaag ook. Kees Bron vandaag. Dat is zijn naam. Ja, vandaag wel. Kees Bron. Vandaag. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Was leuk je te ontmoeten, Kees Bron. Ja. Hey, jojo. Hoe noem je Kees Bron als hij dorst heeft? Kees Bronwater. Dag hoor. Ik heb je naam. Kees ja, Bronwater. Kees Bron. Vandaag. Kees Bronwater vandaag. Wat heb je... Waarom heb je de navigatie ingesteld op Schiphol? Wat heb je gedaan? Op Schiphol? Oh, daar was ik toen naartoe onderweg. Toen de tijd. Oh, dat is waar ook. Was vandaag niet de dag dat wij ons visserscompagnontje gaan ophalen? Wat zou die wel niet lang wachten? Want ik heb zo lang in dezelfde zetten. Jij moest hem ophalen! Ja! Jij moest hem ophalen en toen werd je onder. Je had weer. Mag ik het gokken, Henkie, hoe dit is gegaan? Mag ik gokken hoe dit is gegaan? Jij moest John Peter ophalen. Ja. Je was weer eens te laat. Je dacht, ik kar even door. En toen werd je dus onderweg, werd je staande gehouden, rijbewijs kwijt en nu moet ik hem samen met jou ophalen. Zo ongeveer. Er zat nog één klein stukje tussen dat ik een donut aan het eten was aan het stuur. Ja. En daardoor niet op de snelheid letten. Ja. Waardoor ik 70 km per uur te hard ging in plaats van 50. Ja. En toen werd ik aangehouden. Ah. Ja. Oké. Okay. Nou, dat heb je weer goed van... Oh! Wat rijdt hij ook gek? Ja, die reed heel gek. Die reed heel nou, gek.
Eens even kijken. Ach, ik heb John Peter al zo lang niet meer gezien. John Peter, sinds de scouting al niet meer, hè? Nee, dat is zo lang geleden. Jongen, jongen, jongen. Nou, waar is die? Even zoeken. Staat hij hier? Hij zit daar hoor. Even de gordel losmaken. Ik rijd trouwens al de hele tijd met de alarmlicht aan. Heb je daar ook een knopje voor, Henkie? Nou, dat is eigenlijk zodat iedereen me altijd gewoon ziet onderweg. Oh, ik heb het gevonden. Ik heb het gevonden, kijk. Oh, kijk staan. Zo, helemaal top. Ja. Hey, John Peter! Hey, John! Jij hebt de scouting met je meegenomen, denk ik. Hey, jongens. Ja, ik ben lekker weg geweest. Oh, overal en nergens. Kijk eens even hoe je eruit ziet, joh. Ja. We hebben gebackpackt in China, in Japan, Jezus Thailand, Christus. Curaçao. Hey. Nou, het is wel weer handig om zo iemand weer erbij te hebben, hoor, hey, in onze squad. Ah, we zijn allemaal thuis, ja. Dat doen we. Ik heb jou zo niet meer gezien. Au. Het is zo lang geleden. Ik heb op de scout geleefd. Ja. Oh, daar gaan we. Ziet er goed uit, jongens, dat touwtje, hé. En die hebben we ook een scout geleerd samen. Oi. Henkie, kunnen wij dat ook samen doen, zo'n dansje? Ja, tuurlijk. Of moeten we dat een keertje samen gaan leren? Ja, doe dat eens even voor. Ik heb een ander dansje voor je die we kunnen leren. Ik ga proberen met je mee te doen, oké? Ja, oké. Dan gaan we. We doen eerst als heupjes en als schoudertjes een beetje. Ja, oké. En daar houden we bij. Dat is les 1 voor vanavond, oké? Oké, is goed. Volgende keer ga ik meer leren. Ik heb het nou wel flink te pakken, hoor. Ik blijf even doorgaan. Ik moet je wel een beetje nog... Ze worden altijd los. Oh, zo. Doe me een beetje denken aan een Reno-dansje. Is ook een maat van mij. Die doet ook al, staat ook altijd een beetje zo. Ja? Ja, echt waar. Ja. Maar dat is weer helemaal iemand anders, hoor. Hey. Ja. Geef me eens een oplawaai, dat ik even stop, want ik zit ja, ik loop een beetje vast. Dat heb jij geleerd, je hebt de handschoen aan. Ik loop een beetje vast. Je schouder zit even in de kont, kijk. Ja. Dat kan altijd gebeuren, kan geen kwaad. Je moet even goed je armen strekken, arm omhoog en rustig laten zakken. Oké, wacht. Oh ja, kijk. Ja, arm omhoog. Nee, even omhoog in je stel. Wat doe je hier? Ja, kijk jongens, dit is een nieuwe move. Kijk zo, kijk. Nu ziet het er nog beter uit. Ik geef je wel een setje, Roy. Ik geef je wel een setje. Geef me maar even een setje. Zo. Kijk, zo. Ah, oh, beter zo. Henkie, het zit gelijk op zijn plek, hè? Die hele schouderkolom. Oh, dankjewel. Hé, maar... jongens, wat is dit ook Ik zie twee stoelen. Ja, weet je dat er komt, John Peter? Eigenlijk zou Henkie jou ophalen, maar... Ja. Henkie heeft onderweg zijn rijbewijs, is die zeg maar kwijtgeraakt. Oh. Omdat hij harder dan 50 km per uur heeft gereden. Oh, dus, hij is nooit toen heb veranderd, ik... Precies, dus toen heb ik eerst Henkie opgehaald. Daarna zijn we doorgereden. Maar ja, helemaal niet met het besef natuurlijk dat we nu een auto voor maar twee personen hebben, terwijl we met z'n drieën zijn. Ja. Oké, wacht, weet je wat ik doe? Ik bel opa Gerard wel even. Misschien kan opa Gerard ons uit de wand Heb ik ook een tijd niet meer gezien. Ja, dat is een mooie vent, hè? Ik heb hem net nog gezien met opa Toos. Die waren weer ruzie aan het maken. Ongelooflijk. Ach. Maar we bellen hem even op. Even kijken, hoor. Opa Gerard, daar gaan we. Zo. Hopelijk kan hij het knopje vinden. Ja, dat die altijd moeite. Ja, die opa, jongen. Dat duurt altijd zo lang voordat hij zijn telefoon... Met opa! Hey, Gerard! Hey, zeg opa, dat gaat goed hoor. Hey, is het alweer een beetje goed gekomen met Toos? Wat hebben jullie nou met die vent gedaan? Ik lig midden op straat. Je ligt midden op straat? Ja, daar heeft ze paniek op me neergeslagen. Er is allemaal politie en ambulance. Wat is er gebeurd? Ja, iemand heeft me neergeslagen in Blokkenpark. Oh, jij bent neergeslagen in Blokkenpark? Ja, bij dat kruispunt. Oh, Jezus, maar gaat het wel goed, opa? Of moet je naar het ziekenhuis dan? Ja, ik moet even opnemen. Ze kijken mijn hoofdie. Ik heb een wondje op mijn hoofd. Dus jij kon ons momenteel even niet ophalen? Nee, maar Toos is hier wel. Oh, ja, ik dacht ik bel je even op, opa, want we staan nu bij Schiphol. John Peter is er ook bij. John Peter, zeg eens even gedag tegen opa. Wie zeg je? John Peter, die heeft, zit me niet in mijn oor te verluisteren. Hij zegt je gedag. Hé, John Peter nog van vroeger? Van de scouting? Ik. Ja. Maar moet je me even herinneren? Ja, John Peter, altijd vissershoedje op, altijd kamperen, altijd vuurtje maken met die... hebben wij is nog een kaal? Keer gedaan samen. Hij is niet kaal. Niet nee, niet kaal.
Nou, open gingen, maakt niet uit. Het komt er in ieder geval op neer. We zijn hier met z'n drieën. We hebben een auto voor twee personen. Dus ja. We hebben eigenlijk nog even vervoer nodig. Kun jij als het... Oh, daar ging open Gerard. Nou, welkom even opnieuw. Zo. Open Gerard, wat is hij nou aan het doen allemaal? Open Gerard. Open Gerard. Ja, wat is er? Ja, je klukte weer op het verkeerde knoppie, hè? Ja. Gewoon niet aankomen aan die knoppies. Nee, hey, jij was een beetje weg. Oh. Nou ja, kan jij Toast aan onze kant op sturen? We staan boven bij Schiphol. Waar zeg je bij Schip? Bij Schiphol. Boven. Boven de ring. Ja, bovenste ring. Bij Schiphol. Bij het ophaalplek. Bij Arrivals. Ik zal Toast wel even roepen. Ja, helemaal goed. Oké. Gerard, dankjewel, hè. Tot straks, dag, hè. Hoi, hoi. Zo. Nou, het is geregeld, hoor. Ja? Ja, het is geregeld. Opa Gerard, daar is wel iets mee aan de hand. Daar maak ik me eigenlijk wel een beetje zorgen over. Die is aangereden of zo in Blokkenpark. Oh. Ja. Maar, oh. Ik word gebeld, volgens mij. Even kijken. Ja, ik word gebeld. Goeiedag, Wilco. Hey, goeiedag, Roy. Reden dat ik even bel is dat wij net een melding kregen van een gevecht op Blokkenpark. Ja? En daarbij is jouw opa gewond geraakt. Ik heb het net gehoord, ja. Ik heb net opa Gerard gebeld om te vragen of hij ons kon ophalen bij Schiphol. Maar hij zei het al, ja. Maar ja. Hij zei dat alles goed met hem ging. Dat hij alleen een doekje op zijn hoofd had, zegt hij. Mm-hmm. Een verbandje. Ja, dus een beetje bluf, denk ik. Want we hadden net nog... Ja, iets anders. Hij voelde zich net echt niet lekker. Hij gaat zo ook even mee naar het ziekenhuis waarschijnlijk. Ja? Ik laat je zo even wat meer weten. Maar dan weet je in ieder geval dat er dus iets aan de hand is. En het kan zijn dat ik jullie dan straks even naar het ziekenhuis doe voor opa Gerard. Oké. Yes? Ja, hou me even op de hoogte, ja? Ja, komt helemaal Want wij staan nu bij Schiphol met een auto voor twee personen. We zijn met drie. En u? Ja, we hebben dus nu gevraagd of opa Toos deze kant op komt. Is die ook bij jou dan, nu? Opa Toos? Nee, opa Toos was er niet volgens mij. Ik ben zelf ook niet ter plaatse, maar ik kreeg de melding mee over de porto. Dus vandaar dat ik je even in wilde lichten. Oké, nou dat vind ik top, Wilco, dankjewel. Yes. Maar dan hoop ik dat Toos zo deze kant op komt. En anders dan, regelen we wel weer iets, komt goed. Regelen dus we houden je op de hoogte. Oké, dankjewel, hoi hoi. Yo, doei. Nou jongens, het gaat echt niet goed hoor met opa Gerard. Ik werd net gebeld door wijkagent Wilco. En hij moet waarschijnlijk mee naar het ziekenhuis. Oeh, jezus. Wat is er gebeurd? Wat is gebeurd? Ja, hij heeft een aanrijding gehad of zo, of een vechtpartij gehad in Blokkenpark. Heb je het meegekregen, Henkie? Wat is er gebeurd? Opa Gerard gaat niet helemaal goed mee. Ik kreeg net een belletje van wijkagent Wilco. Ja? Dat hij in Blokkenpark opstootje heeft gehad. Een oplawaai in ieder geval. Ja. Wat is er gebeurd? Volgens mij is hij of aangereden of een knokpartij. Echt? Dat werd niet helemaal duidelijk. Ja, nee, Henkie, jij mag niet achter het stuur! Henkie, jij mag niet achter het stuur! Henkie! Zijn rijbewijs is vandaag nog afgenomen, hè? Oh, jezus. Oh. Wat gaan wij nou doen dan? Ja, en wij nu? Ja, dan maar een taxi, denk ik, hè? Hey, daar komt hij al terug. Oh, open Toos! Oh, die is open Toos! Is open Toos! Hey. Ja, maar nou was nog een probleem, want nu is Henkie er vandoor. Oh. Opa Toos! Zou een van ons op... Oh, jezus. Hallo! Opa Toos! Ja. Hey! Oh, daar is Henkie weer! Daar is Henkie weer! Top! Even kijken. John Peter. Anders gaan wij wel met de Henkie-mobiel. Goed met hem, hoor. Ik ben even langs geweest. Oké, ja. Doe dat nooit meer. Het gaat nog goed met hem, hoor. Gaat het wel goed met hem? Ja, ik ben even langs geweest. Dan ben je dit keer niet 70 te hard gegaan. Dat weet ik wel zeker. Nee, ik ging gewoon even snel in de wiel. Even snel met de 300. Daarom. Toos! Ja, ik heb Toos gebeld. Henkie, jij gaat mee met Toos. Toos, kan je ons bij Henkie afzetten? Ja, natuurlijk! Hey, dankjewel, Toos. Dankjewel, Toos. Oké, kom, John Peter. Zo. Jongen, wat een chaos weer, hè. Even kijken, waar is Henkie's huis? Oi. Ik ben nog steeds zo slecht met navigeren, hè. Ja, de technologie. Naar... Ik ben er ook niet zo van, moet ik zeggen. Henkie's huis, ja. Dus, volgens mij is dat hier ergens. Ja, oké, ik heb het volgens mij gevonden. Nou, gordel vast? Ja, die zit vast. Oké. Ja, die van mij nu ook. Daar gaan we. Zo, John Peter, vertel me eens wat over je avonturen, joh. Ja, op je scouting. Waar zal ik beginnen?
De laatste keer dat we elkaar hebben gesproken was denk ik op de Visserscout, klopt dat? Ja, dat was dat is denk ik al een jaar geleden, joh. Zo. Nou, letterlijk een jaar geleden. Echt, elke dag heb ik het druk gehad. Nee, niet. Vanuit de Visserscouting ben ik door naar een bootcamp gegaan. En in de bootcamp heb ik tegen 1000 nieuwe knopen geleerd. En alles erop eraan. Is dat zo? Ja, je kon eerst alleen de schepersknopen, hè? Ja, de schepersknopen. Ik kan nu de 8-dubbele kabiri-knoop. Ja? Ja, echt van alles. Oké, de 8-dubbele kabiri-knoop. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja. Oké. Nou, lekker bezig, joh. Wat is dan er weer voor knoop? Nou, ik laat hem wel een keertje zien. Want precies. Ik heb natuurlijk al een klein plannetje gemaakt. Ja, voor nu is er nog geen touw om vast te knopen. Nee. Nou, daar zijn we, hoor. Ja, creatief, hoor. Ja, je kent me nog, hè, van de woordgrappies. Ja, niet gemist. Ja, sommige dingen veranderen nooit. Nou, daar zijn we alweer, hè. Zo. Maar die 8-dubbele kawiri-knoop gaan we het nog wel een keer over hebben dan. Die moet je me maar een keer laten zien. Hey, wat ben je nou aan het doen? Ik weet niet wat er gebeurt. Ja, even heen en weer en even de buurt bekennen. Zo tijd niet geweest. Oké. Zo, Toos, gelukt! Hey. Knalt en toen is mijn brievenbus op de grond gevallen en dat moet je betalen. Nee. Wat is er gebeurd? Jawel. Mijn brievenbus. Meneer, ik heb wat voor jou. Ik vond het in mijn dashboardkastje. Oh jongens, ik ga wel even knutselen aan die brievenbus. Mijn brievenbus, dat... Toos, wat is er nou gebeurd? Waarom zet je hem nou zo op de oprit? Wil je kijken hoeveel plek hier is? Meneer, ik heb het gevonden in mijn dashboardkastje. Alsjeblieft. Maar, Toos, sinds wanneer zit jij in de joints? Ja, die heb ik ooit van iemand gekregen. Die heb je ooit van iemand gekregen? Ja, maar Toos, dat hoef ik toch helemaal niet? Wat zeg je? Ik rook helemaal niet, hè? Laat staan, wiet. Ja, nu wel. Ben je helemaal kierenwiet? ik ben hem niet. Moet ik hem weer teruggeven aan je? Of zal ik hem maar gewoon houden dan? Rook hem maar op. Rook hem maar op. Nee, dat gaan we niet doen. Dan ga ik lopen achterstevoren dat huis in, denk ik, of niet? Sorry? Dan loop ik achterstevoren dat huis in, denk ik, als ik dat ga doen, of niet? Oh, ja, dat zou kunnen. Nou ja, eens is een eerste keer, hè. Oké, nou vooruit, dan gaan we dan. Zo! Nou, Toos! Zo, ik voel me denk ik niet helemaal oké. Dat is goed spul, hè? Ja, dat is heel goed spul. Jezus, Toos. Ik weet niet meer wat links of rechts is, joh. Je ziet er wel een stuk knapper uit zo met de joint. Dat is boven. Je ziet er een stuk beter uit zo in ieder geval. Jezus. Flink opgeknapt, jij. Dat is heel lelijk. Ja, dat zal wel. Hé, hey, Henkie. Ik heb de donuts klaargezet, ja. Moet je ook een joint? Ik heb hem een jointje gegeven. Wat doe je nou? Dat is niet goed voor je. Je bent nu nog lelijker, Henkie. Nee. Nee, jongen, Toos, hoe lang duurt dit effect, joh? Totdat je gaat slapen. Totdat ik ga slapen? Nou, dan denk ik maar even dat ik ga slapen. Heb jij nog een survival skill hiervoor, John Peter? Ja, ik heb wel geleerd in de afgelopen jaren dat als je op je rug ligt... En je gaat even 5 keer ademhalen en je slaat 2 keer op je buik. Oh, sorry. Of toaster 2 keer. Sorry. Ja. Dan moet het beter gaan. Ja, dan moet het langzaam afnemen. Nou, oké. Ik denk dat ik maar eventjes naar bed ga, jongens. Oi. Ik voel me toch een partijtje wazig. Waarom heb je dat dan ook gedaan? Nooit open toaster aannemen. Ja, nee, dat weet ik toch niet. Ik je weet nooit wat helemaal in deze podcastje vindt. Henkie, waarom is trouwens jouw hele kamer zo leeg? Nou, dat komt, ik heb natuurlijk die nieuwe bagageruim boven mijn auto. En ik had heel veel nieuwe spulletjes nodig daarvoor. Ik had nieuw materiaal nodig, ik had nieuw metaal nodig daarvoor. En toen moest ik eigenlijk alles hier verkopen. Oh. Zodat ik het geld ervoor... Maar ik heb mijn airco kunnen behouden! Dus die heb ik nog. En mijn poster. Oké, die heb je ook nog. Ja. Hey Henkie, heb jij nog niet een nobuskaatkoekje of iets anders? Dat ik me weer wat beter voel. Kijk. Want ik voel me heel slecht, ik voel me heel wazig nog steeds. Ik heb hier nog een nobiskaatkoekje voor je, ik heb hier in de voorraadkast heb ik nog extra donuts. Oké, maar ik voel me wel echt heel slecht. Daar moet je gewoon even een nachtje over slapen dan. Oh man, kan ik niet hier ergens slapen, Henkie? Je hebt toch je eigen kamer, joh? Ja, oké, ja. Hier, ga maar lekker in je eigen kamer. Ja, ik weet het allemaal niet eens meer, joh. Ik ben helemaal in de war.
Zo. Ik heb ook allemaal nieuwe spulletjes met je erin gericht. Ik heb deze poster hierop gehangen. Ik weet niet of je hem leuk vindt. Voor mij ziet het er nu heel vaag uit allemaal. en ik heb hier een badjas voor je opgehangen. Oh, mooi. Ja, die vind ik wel. Die vind ik wel mooi. Ja, die vind ik altijd lekker. Ja, die vind ik helemaal top. Waar is nou Sean-Peter dan? En Toos? Die is mijn brievenbus aan het maken. Die zijn het aan het maken? Ja, volgens mij wel. Weet ik eigenlijk niet. Ja, daar zijn ze! Oh ja, daar zijn ze. Ik ben 96. U ziet er nog niet zo uit, hoor. Nee, ik voel me hartstikke vet. Ja. Nou, Toos, ik heb er nu al spijt van dat jointje. Ik nee, zie dat is goed spul. Als alles wazig. Dat maakt niet uit. Als je vaker wil, kom maar bij mij. Oké. Nou, ik denk dat ik maar eventjes ga slapen, jongens. Ik zie je straks alweer. Zo, ik ga even lekker pitten, jongens. Want dit is helemaal fucked up. Hey! Volgens mij ben ik er weer. Zo! Morgen! Henkie! Ik zat in een hotel. Het was zeker geen hotel. Henkie! Heb jij op de grond gelegen? Ja, ik maakte me zo zorgen over je. Ik denk ik ga bij je liggen. Wat heb ik gedaan allemaal dan? Nou, niet zoveel, maar ik dacht, je hebt het joint genomen en toen ging je liggen. En toen maakte ik me zo zorgen. Oh, Henkie, wat ben je toch ook een goede vriend, hè? Ja, ongelooflijk. Je lag zo te rollenbollen in dat bed, weet je. Hoe lang heb ik geslapen dan? Weet ik niet, ik heb ook geslapen lekker. Oh. Dan moet je eigenlijk even vragen aan... Waar zijn Sean-Peter en Toos dan? Weet ik niet. Oh. Even kijken. Weet ik niet. Hey, Sean-Peter! Hey, jongens. Jongens. Zo, gaat het zo, ik heb even lekker geslapen. Ja, ik voel me nu alweer wat beter, eerlijk gezegd. Ik kan alles weer helder zien in ieder geval. Ach, gelukkig. Jongen. Hoe lang heb ik geslapen? Nou, ik heb ongeveer 2 Discovery Channel series afgekeken. Dus ja, best een tijdje. Een nieuwe knopen voorbij zien komen. Ja, vooral weer over de nieuwe aardbeivogel. Oh. Aardbeivogel, dat ken ik! Nou, Henkie, dat lul je uit je nek, want die bestaat helemaal niet, de aardbeivogel. De aardbeivogel bestaat wel, hè? Nou, jongens, ik ga jullie daar later wel wat over vertellen. Maar we gaan nu even verder, goed? Oké, is goed. Waar is Toos heen gegaan? Die ging weer verder naar, hoe heet hij nou, opa Gerard. Dat is waar ook! Opa Gerard, die ligt toch in het ziekenhuis? Ik ga hem gelijk bellen. Opa Gerard. Oh mijn god. Ik ga opa Gerard bellen. Is goed. Met Gerard. Opa Gerard, hoe gaat het met u? Ja, nou, niet zo heel goed eigenlijk. Je ligt nog lekker in de panty. Je ligt in de panty? Nee, in het bedje. Oh, in het bedje! Ik ga toch niet in de panty liggen, maar ja. Ik dacht, je ligt in de panty. Ik dacht al, wat is dit nou weer? Maar zullen wij anders even op visite komen dan? Ik ben ook met Sean-Peter en Henkie. Die heb je allebei wel een keer gezien. Oh, ja, wat gezellig. Ja? Ja, dat doen we maar, joh. Oké. Nou, dan komen wij even langs, ja? Ik lig op de afdeling nog iets. Bij de ingang links en dan rechts. En dan de volgende deur rechts. Oké, ingang links. Ja. Dan naar rechts en dan volgende deur weer rechts. Ja. In het ziekenhuis gewoon. Ja. Oké, nou, dan komen wij eraan. Dit is een speur toch, succes. Yo, hoi hoi. Oké, jongens, opa Gerard die ligt echt in het ziekenhuis. Ik heb weer lekker een toont dat eet, Henkie. Ja, zo, hartstikke. Jij hebt even lekker aan de koffie. Ja, maar, af en toe een bakje koffie. Precies, het is het alweer avond trouwens. Zo, daar heb ik echt lang liggen maffen. Jezus. Maar jongens, we moeten naar opa Gerard toe. We gaan even op visite, ja. Want dat gaat echt maar, niet helemaal goed te gaan. Ik heb maar 1 auto. Shit, hé. Hey, je moet echt even een grotere auto gaan kopen, jij. Ja, ik kan wel mijn pad monteren dat hij nog groter is. Ja, doe dat eens even, want we kunnen nu niet op pad natuurlijk. Ja, dit alleen wel eventjes. En dan moet hebben we niet een taxi die we kunnen bellen? Ik zou even voor je kijken. Ja, laten we even een taxi bellen. Ja, is goed. Ja, ik wilde best nog even in die garage kijken, maar volgens mij... het is echt alleen de panto. Daar gaan we echt niet heel ver mee komen natuurlijk. Oei, jongens, hoe gaan wij dit oplossen? We moeten toch echt bij het ziekenhuis komen, maar met dit vervoer gaat het natuurlijk absoluut niet lukken. En daarnaast, hoe gaat het met opa Gerard? Je gaat het zien in de volgende GTA 5 roleplay video.